Ik verzoek de griffier de deskundige binnen te leiden. Goedemorgen wederom. Ik open deze vergadering. Aan de orde is het openbaar verhoor van de heer Vlak. Meneer Vlak, namens onze parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties heet ik u van harte welkom. Onze commissie doet onderzoek naar de opzet en werking van het stelsel van woningcorporaties. En we kijken daarbij ook naar een aantal incidenten. De commissie onderzoekt wat er is gebeurd, hoe dat heeft kunnen gebeuren en wie daarvoor verantwoordelijk zijn. En vandaag richten we ons met name op deskundigen. U bent ook gehoord, u wordt gehoord als deskundige, u bent ook zo, als zodanig opgeroepen. Maar dit verhoor van u als deskundige vindt wel plaats onder ede. U heeft er zelf voor gekozen om ook de eed af te leggen, dat u uw verslag onpartijdig en naar beste weten zult uitbrengen. Ik verzoek u even te gaan staan. Ik verzoek u mij na te doen met de twee vingers van de rechterhand en mij na te zeggen: zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Dank u, u staat nu onder ede. Neemt u plaats. We gaan gewoon beginnen, meneer Vlak. En we hopen op veel nuttige inzichten van uw kant. Het woord is aan collega Bashir. Meneer Bashir. Meneer Vlak, wij voeren dit verhoor met u als deskundige. Want u was tot afgelopen weekend, als ik mij niet vergis, lector maatschappelijke vastgoed bij de Hogeschool Rotterdam. U werkt tevens bij IPD, dat is een organisatie die zich bezighoudt met het waarderen van vastgoed. En wij willen met u ingaan op enkele centrale begrippen uit de probleemstelling van onze commissie, namelijk de doeltreffendheid, doelmatigheid en de controleerbaarheid van het stelsel van corporaties. Gezien uw achtergrond willen we u vragen stellen over onder meer de vermogens van corporaties en de vragen hoe je corporaties kunt vergelijken en hun prestaties kunt meten. We hebben als commissie veel stukken van u gezien, interviews met u gezien, waaronder ook een interview in het Edis magazine van 1 november 2011. Daar worden u een aantal stellingen voorgelegd, waarin u vervolgens uitgebreid op ingaat. In het artikel zegt u dat de afgelopen 20 jaar de financiële verhoudingen tussen de overheid en de corporatiesector is veranderd. En u onderscheidt daarbij drie fases. Kunt u die drie fases kort benoemen en vervolgens ingaan op de verhouding tussen de overheid en de corporatiesector? Ik zou eigenlijk zelfs in aanvulling op uw vraag nu willen zeggen dat we zelfs vier fases kunnen onderscheiden. Ik denk dat door middel van wet en regelgeving dat inmiddels wel helder geworden is. En dat er sprake is van een totale omkering in de relatie tussen de overheid aan de ene kant en de bedrijfstak woningcorporaties aan de andere kant, gedurende dat proces van die 20 jaar. Ik zou zeggen dat de eerste fase, zo tot 1995, en u zult begrijpen, de geschiedenis van corporaties reikt veel verder terug dan maar een paar jaar voor 1995, maar laten we zeggen, de fase tot 1995 kenmerkt zich door het feit dat de overheid exploitatie, project en stimuleringssubsidies aan de sector, aan de bedrijfstak woningcorporaties verstrekt.
In het proces van verzelfstandiging rond de nota volkshuisvesting in de jaren 90, aangevuld met de bruteringswet, komt met name aan die financiële verbinding van het Rijk met de sector een eind. En worden dus alle subsidies afgeschaft en toekomstige subsidies afgeschaft en alle in het verleden toegezegde subsidies gebruteerd, dus in één keer met de sector afgerekend. En dat was de periode, dat was de brutering? Dat was de brutering, ja. Dus die in effect trad op 1 januari 1995, maar eigenlijk in de jaren daarvoor al in voorbereiding was. Daarmee werd een periode ingeluid, de tweede fase, waarin de sector zelfstandig werkt. Financieel-economisch zelfstandig werkte, maar nog wel met faciliteiten van het Rijk. En dat waren dan met name borgingsfaciliteiten, saneringssteun en ook met name een heel aantal fiscale faciliteiten. En op lokaal niveau werden daar aanvullend daarop ook nog goedkope grondposities en dergelijke als faciliteit ook verstrekt aan corporaties. Vervolgens zie je zo in de opmaat naar 2005-2006 de discussie op gang komen over ook het beëindigen van die faciliteiten. Ik zou bijna zeggen de brief van de toenmalig eurocommissaris voor mededinging, mevrouw Kroes, van juli 2005, geeft een heel mooi overzicht van welke faciliteiten op dat moment aan de corporatiesector beschikbaar stonden, waar de sector gebruik van kon maken, die het Rijk en lokale overheden aan de sector gaf. En eigenlijk als je dus nu terugkijkt van 2014 naar dat moment van 2005, dan zie je dat het overgrote deel van die faciliteiten inmiddels is afgebouwd. Dus zo, ik markeer dat zo rond 2005-2006. Als ik voor de collegebanken sta, dan roep ik wel eens belastingplan 2006. Dat was het moment waarop je ziet dat het proces van afbouw van de faciliteiten voor de woningcorporatiesector begint. En dat proces is nu nagenoeg afgerond. Dus nu heb je een sector die financieel-economisch zelfstandig is en ook nagenoeg, behalve de rijksachtervang, gemeenteachtervang en de saneringssteun, nagenoeg zonder faciliteiten werkt. En wat je dus nu ziet komen, dat is de vierde fase, die had ik in dat interview nog niet beschreven, het interview waaraan u refereert, dat is de fase waarin de Rijksoverheid met name zegt, sector, bedrijfstak, maar eigenlijk niet alleen de bedrijfstak woningcorporaties alleen, maar alle verhuurders die woningen onder de huursubsidiegrens verhuren, u gaat nu ook bijdragen vanuit uw exploitatie aan de algemene middelen. En dat is dan de verhuurderheffing die ook enigszins in de discussie parallel is gegaan voor de corporatiesector met een vermogensheffing. Ja. Dan even terug naar de brutering. Want in dat interview zegt u dat de overheid bij de brutering eigenlijk maar één doel had. En dat dat niet volkshuisvestelijk was. Namelijk, de overheid wilde aan de criteria voldoen om toe te kunnen treden tot de euro. Kunt u dat toelichten? Ja, ik heb zelf niet aan die tafels gezeten in die tijd. Ik had toen een andere functie. Dus ik kan het alleen in retro-perspectief beschouwen en ook op basis van gesprekken met personen die ook betrokken waren bij de uiteindelijke besluitvorming leidend tot de brutering. De brutering als zodanig was niet in de nota aan volkshuisvesting in de jaren 90, wat eigenlijk de opmaat was, de grondslag was, de beleidsmatige grondslag voor de beleidsmatige verzelfstandiging van corporaties en de introductie van het BBSH. Dat was dus niet in die nota beschreven. Het idee voor de brutering is parallel daaraan en later eigenlijk op de agenda gezet en tot uitvoering gebracht. Daar zo ergens tussen 1988, het tot stand komen van de nota volkshuisvesting in de jaren 90 en het daadwerkelijk bruteren en het besluit om te gaan bruteren in 1993, was nog ergens een ander akkoord. En dat was zeg maar het verdrag van Maastricht, waarin besloten werd om de euro te gaan invoeren en waarin ook de criteria voor invoering van de euro voor de onderscheiden staten werd vastgelegd. En dan zie je dat het beslag wat de subsidiestroom op de balans of op de begroting van de Rijksoverheid, dus op het beslag van de Rijksoverheid op de totale economie, dat was heel substantieel. En wilde de Nederlandse staat ook voldoen aan de belangrijke criteria rondom de invoering van de euro, dat waren er een drietal, dus het maximum aan het begrotingstekort, het maximum aan de omvang van de totale staatsschuld, maar ook een maximum aan de omvang van de begroting in relatie tot het BBP. En met name dat laatste criterium was heel erg belangrijk om de omvang van zeg maar, de staat, van de statelijke begroting in enig jaar,
om die te reduceren, zodat je ook precies kon voldoen aan die 60% criterium wat daarop betrekking had binnen het euroakkoord. En een van de belangrijke grote stappen vooruit was afscheid nemen van de exploitatiesubsidies die door de staat, de vele miljarden die per jaar door de staat aan de corporatiesector werd gegeven, als je die afschaft en één keer afrekent, dan ben je dus van die last af en kun je voldoen aan de criteria van de euro. Ja, interessant dat het ook volgens u de euro ook hiermee te maken had. Kunt u zeggen dat de overheid ook geld heeft verdiend aan de debrutering? Ja, oh mijn hemel. Ik heb eerlijk gezegd deze vraag op deze manier nog niet eerder beschouwd en doordacht. Dus u overvalt me daar enigszins mee, maar ik vind het wel een heel interessante vraag om te onderzoeken. Ik kan er op dit moment geen direct antwoord op geven. Ja. Wellicht kan ik de vraag dan omkeren, namelijk of de corporaties na de debrutering er financieel slechter uitkwamen. Nou, in die zin denk ik dat het van belang is om te onderscheiden de onzekerheid die bestond rondom het debruteringsakkoord en het vaststellen van de parameters die aan de debrutering te grondslag lagen. En ik denk dat we op dat moment, dat we nog even gewoon terug moeten kijken. We praten over 1993-1994. We waren net een jaar of 5-6 uit de diepe woningmarktcrisis van het begin van de jaren 80 gekomen. In 1988 is de omslag en is de woningmarkt toen weer uit die crisis gaan opkrabbelen. Daar kwam vervolgens een kleine vastgoedcrisis van begin jaren 90 overheen. Die speelde zo in 1992-1994. Daar hadden corporaties in haar debat met de overheid nog niet heel veel besef van, maar daar heeft een kleine vastgoedcrisis geleefd. En vervolgens onderhandel je over de uitgangspunten voor de debrutering. Daar zat heel veel onzekerheid aan. En er was de vraag van, nou, kunnen corporaties deze financiële economische zelfstandigheid overleven? Met name gingen de discussies natuurlijk over de contantmakingsfactor en over de huurstijgingsparameter. Wat je daarna ziet is dat als gevolg van met name het macro-economisch tij in het land, dus de voortdurende economische groei, gecombineerd met faciliteiten, extra faciliteiten die open werden gesteld, met name richting de koopwoningmarkt, en het toeleiden van extra kredieten richting de koopwoningmarkt, dat met name de koopwoningmarkt in Nederland eigenlijk de hele woningmarkt ging trekken. Ook investeringen in huurwoningen. Oftewel, op het moment dat je eerst een woning realiseert als huurwoning, kun je hem na enige tijd verkopen ook weer als koopwoning. En kun je ook dus delen in de waardeontwikkelingswinst die je van een woning als koopwoning ook nog kunt realiseren. Dus als je nu achteraf zegt, dan zou je zeggen, als je al deze kennis vooraf, dus op het moment van het aangaan van het debruteringsakkoord zou hebben gehad, dan zou ik bijna durven, zekerheid durven zeggen hier, dan hadden de uitgangspunten voor de debrutering een heel andere geweest. Daarmee beantwoord ik uw vraag met een hele hoop omtrekkende bewegingen en voorafgaande uitleg met, ja, corporaties zijn daar uiteindelijk uit de debrutering goed uitgesprongen. Maar er zit ook wel een maar bij. Er is een opgaande beweging in de markt geweest, in de woningmarkt en in de vastgoedinvesteringsmarkt. Maar we zijn sinds 2008 zeker, hebben we een andere beweging, is een neergaande beweging. En de rentabiliteit van het eigen vermogen van corporaties is sinds 2007 met zo'n nominaal 23% gedaald. Is gewoon afgenomen. Negatieve rentabiliteit van 23% nominaal. Dat betekent reëel, uitgaande van een inflatie sinds 31 december 2007 van om en nabij de 11-12%. Dat betekent reëel 34-35% afname van het eigen vermogen van corporaties. En als we het eigen vermogen van corporaties berekenen, grove schattingen, ja, extrapolaties uit informatiebronnen die we op microniveau hebben. Maar als we dat zouden berekenen op ongeveer eigen vermogen van corporaties, 170 miljard euro omstreeks 31 december 2007, dan kunt u bij deze getallen die ik nu zojuist aan waardedaling op dat vermogen laat zien beredeneren, dat we praten over een waardedaling van reëel aanzienlijk meer dan 30 miljard. Dat is als gevolg van marktbewegingen in combinatie met overheidsregelgeving richting de huursector, is dat het effect in de vermogenspositie van corporaties. Ja. Dus so far
vergeef mij het Engels, voor zover dus de duiding van, was het bruteringsakkoord gunstig voor corporaties? Ja, ik denk vanaf de jaren 99, 98, 99 tot aan de crisis, ja. Maar daar zit een andere kant aan vast. Er is ook een waardedaling en dus ook een afname van het vermogen van corporaties, het eigen vermogen geweest. En dat hebben ze ook voor eigen rekening en risico de afgelopen jaren gedragen. Ja. Dus kortom, de corporaties zijn er beter uitgekomen. En als u, u beschreef net eigenlijk het verloop van de vermogens bij woningcorporaties. En als u nou één of twee aspecten zou moeten noemen die met kop en schouder bovenaan uitsteken, als het gaat om de redenen waarom die vermogens zo gegroeid zijn, ja. Welke noemt u dan? Ik wil, als u mij toestaat, een kleine correctie brengen op uw korte tussensamenvatting die u gaf. Waar u zegt, ja, corporaties zijn er goed uitgesprongen. Ik denk dat het Rijk er goed uitgesprongen is. Dit risico in de exploitatie van het stelsel van woningcorporaties loopt niet meer over de Rijksbalans en over de Rijksbegroting. Dit is geheel voor rekening en risico van de sector. Twee, er is een opgaande beweging geweest, 1995 zo door de oogharen heen tot aan 2008. Nu is er een neergaande beweging en die nemen corporaties ook voor hun eigen rekening. Dus verstaat u mij toe om dit ja. als nuance op uw tussenconclusie uit mijn woorden te ja. Dus zowel het Rijk als corporaties zijn er beter af. En corporaties zijn nu slechter af. Want ze kunnen de rekening. Ze kunnen nu de rekening niet, ook niet bij het Rijk nemen. Ja, ja. Twee, u stelt uw vraag aan mij. Kunt u een aantal highlights halen uit zeg maar de vermogensontwikkeling bij woningcorporaties? Als ik uw vraag goed begrijp. Ja, ja. ja? Dan wil ik u wel onder de aandacht brengen dat als ik praat over vermogen en waardering, dan praat ik over marktwaardewaardering. Dus ik praat niet over andere waarderingsgrondslagen die ook veelvuldig ja, daar komen in de sector worden gehanteerd. Dat dan de waarderingen. Het is dus geen historische ja. kostprijs en ook geen bedrijfswaardewaardering. Dat is, zeg ik maar, mijn stil niet. Ik hoop dat u dat kunt onderkennen. Excuseer dat ik u ontbreek. Even ook voor de mensen thuis, wat is marktwaarde? Populistisch gezegd wat de gekte vergeeft, maar dat is dus niet waar, want de markt is niet gek. Oftewel, het geheel van vragers en aanbieders naar in dit geval verhuurde woningen en dan naar individuele objecten vertaald, dus individuele woongebouwen vertaald, die vraag-aanbodverhoudingen, die worden dan geconcentreerd op getaxeerd op een individueel woongebouw en dat wordt op enig pijlmoment gedaan. Dat kan dus 1 januari zijn, dat kan 31 december zijn, dat kan 30 april zijn. En dat is de marktwaarde. Dus waarbij men dus kijkt naar het potentieel wat in dit geval verhuurde woningen heeft om zeg maar opbrengsten te genereren als huurwoning. Maar tevens wordt gekeken naar het potentieel wat diezelfde woningen hebben als je ze op enig moment verkoopt in de koopwoningmarkt. En dat wordt in één samenstel, in één waardering ondergebracht en telkens per pijlmoment bekeken. En dat betekent ook dat op het ene moment kunnen woningen, verhuurde woningen, heel goed in de markt liggen. Dan gaat de waarde omhoog. Op een ander moment, als gevolg van ontwikkelingen in de markt, niet alleen in de woningmarkt of in de vastgoedinvesteringsmarkt, maar ook in de kapitaalmarkt, kan die waarde ook weer omlaag gaan en gaan dalen. Over de waarderingen komen we zo meteen weer bij u op terug, maar dan nu terug naar die highlights, wat u aan het vertellen was, die de voornaamste reden zijn voor de wijze waarop de vermogen zich hebben ontwikkeld. Ja. Ik gaf al één highlight, eigenlijk bij beantwoording van een eerdere vraag van u aan, dat is dat als gevolg van macro-economische ontwikkelingen, die met name op de Nederlandse woningmarkt en de Nederlandse woninginvesteringsmarkt betrekking hadden, hebben de vermogens van corporaties zich aanmerkelijk positiever ontwikkeld, op marktwaarde gemeten, dan ongetwijfeld de partijen die bij het bruteringsakkoord aan de onderhandelingstafel zaten op dat moment dachten. Dus daarmee is het weerstandsvermogen, de weerstandskracht van de woningcorporatiesector toegenomen. Wat je tevens ziet is dat de sector niet alleen afhankelijk is, dus invloed ondervindt van verhoudingen in de huur- en verhuurmarkt, sociale huur en vrije sectorhuur,
maar zoals ik al aangaf, ook in de woonconsumentenmarkt en daarbovenop dus ook in de vastgoedinvesteringsmarkt. Daar krijg je invloed uit. En wat we in de afgelopen 15 jaar zien, is dat een aantal malen de Rijksoverheid door middel van wet en regelgeving, niet corporatiespecifiek, maar het is wel de grootste partij in dat deel van de huurmarkt, maar gericht op met name de exploitatie van sociale huurwoningen, huurwoningen onder de huurliberalisatiegrens, een aantal keren heeft ingegrepen in de vrijheid van deze verhuurders om zelf de huurverhoging te bepalen. Dus die huurverhogingen heeft gemaximeerd op instellingsniveau en op woningniveau. En telkens wanneer je ziet dat het Rijk deze ingrepen maakt, zie je de vermogensontwikkeling bij corporaties afvlakken, aftoppen of zelfs negatief worden. Dat hebben we een aantal malen in de afgelopen 15 jaar gezien. Dat was zo rond 2000, 2001. En dat was ook zo rond 2007, 2008. En dat laat dus zien dat corporaties niet alleen een risicoprofiel hebben in de huurmarkt, huurconsumentenmarkt, in de koopwoningconsumentenmarkt en in de vastgoedinvesteringsmarkt en daarvan afgeleide kapitaalmarkt, maar ook een heel specifiek risicoprofiel hebben in relatie tot wet en regelgeving die hun exploitatiemogelijkheden verruimen of beperken. Ja. En als je het hebt over de maximaal toegestane huurverhoging en de ingrepen van de overheid, dan zegt u in dat interview waar ik het net over had ook dat dat eigenlijk tegen de uitgangspunten was van de brutering. Kunt u dat uitleggen? Nou ja, de brutering, daar werden een aantal parameters afgesproken. Ja. Ik ken ze niet meer uit mijn hoofd. Ik bedoel, ik kon ze ooit dromen, dat was lang geleden, maar de tijd schrijdt voort. En ik word ook ouder, dus ik kan ze u niet meer echt op de rij zetten. Dit waren de parameters en kijk, het huurbeleid wijkt daar in die mate vanaf. Maar ik zou zeggen bij uw stukkenonderzoek en bij uw andere interviews en verhoren die u doet, ik zou zeggen, kijkt u naar de parameters zoals ze vastliggen in het broteringsakkoord en kijkt u naar uiteindelijk wat in het huurbeleid nadien een aantal stappen is gezet waarin het functioneren van corporaties zijn beperkt. Ja, ja. Bij de brutering is er ook een bestemmingsplicht vastgelegd die erop neerkomt dat corporaties gerealiseerde rendementen en winsten weer moeten herinvesteren in de sector zelf. Wat vindt u hiervan? Daar moet ik echt even over nadenken. Want dat is een vraag die niet zozeer gaat over feiten als wel over meningen. En dat vind ik eng. Maar ik zou bijna zeggen, op het moment dat je een sector hebt die, ik zou zeggen, in zijn eerste verschijningsvorm in 1852 verscheen. 1852. Burgerinitiatief, samenlevingsinitiatief, samenlevingsverbanden, vakorganisaties, kerken, gegoede burgerij neemt het initiatief om middelen bij elkaar te brengen en te investeren in kwalitatief hoogwaardige, maar goed geprijsde betaalbare woningbouw. Dat wordt later, vanaf 1901, door de overheid meegereguleerd. En dat hebben al die opeenvolgende generaties gedaan door bij elkaar brengen van dubbeltjes en kwartjes. Huurders, leden, maar ook prudent exploitatiebeleid van die corporaties. En dat is in toenemende mate later aangevuld door subsidies en faciliteiten ook vanuit de verschillende overheden. En dat hebben we allemaal gedaan rondom het tot stand brengen van een vermogen. En dat vermogen exclusief of nagenoeg exclusief te bestemmen voor sociale woningbouw en het op gang houden van sociale woningbouw. Dan vind ik het niet raar, hè, want u stelt aan mij de vraag, wat vind je ervan? Ja. Dan vind ik het logisch dat er een bestemmingsplicht is en dat ook het niet mogelijk is gemaakt dat er rendementsuitkeringen vanuit dat vermogen wordt gedaan voor andere doelen en aan andere partijen dan sociale huisvesters en met het oog op sociale huisvesting. Ja. En wat is eigenlijk het effect hiervan op de doelmatigheid? Nou, dan denk ik dat we deze beschouwing van mij rondom dat vermogen en het feit dat het door vele generaties voor ons is opgebouwd, dat het ook aan ons eigenlijk is gegeven als huidige generatie om het opnieuw weer prudent te exploiteren, dat we moeten kijken naar wat er eigenlijk in ons tijdvak is gebeurd. Dat vermogen is uit de sfeer van, ik zou bijna zeggen, de met subsidies gestuurde democratische legitimering van de staat, bij een aantal instellingen, toen 650, nu 380,
is dat vermogen in vertrouwen gegeven. Maar wat je ziet is dat, en dat is wat met de brutering dus gebeurt, dat die instellingen eigenlijk nagenoeg exclusief zelf kunnen beslissen over de aanwending en de inzet van dat vermogen. En dat je dus op dat moment moet zeggen, gaat dit wel goed? Dat zit hem met name in de bedrijfs. Dat zit hem dus niet alleen in de legitimiteit, in de verankering met besluitvorming binnen de staat, democratisch gelegitimeerd. Maar het zit hem ook in de bedrijfskundige ordening van wat je dan vervolgens met zo'n bedrijfstak doet. Want met de brutering is feitelijk een bedrijfstak gecreëerd die niet één of twee functies binnen een bedrijfskolom vervult. Het beheren van woningen en het ontwikkelen van woningen bijvoorbeeld. Nee, van en kapitaalvoorziening, het aandeelhouderschap tot en met de concrete woondienst aan de woonconsument. Die hele bedrijfskolom wordt door deze bedrijfstak beheerst en dat is eigenlijk ook door de brutering als zodanig gecreëerd. En ik denk dat als je daarnaar kijkt in retroperspectief, dus vanuit de dag van vandaag, dat er dus niet alleen een vraagstuk is van legitimering van het functioneren van de bedrijfstak in haar relatie tot de staat en vice versa. Dat is een specifiek ordeningsvraagstuk. Maar er is ook een bedrijfskundig en een macro-economisch ordeningsvraagstuk in van hoe is nou die bedrijfstak in elkaar gezet? Kun je al die rollen en functies die in het normale vastgoedbedrijfsleven door verschillende ondernemingen in een governance structuur die los ten opzichte van elkaar staan, wordt uitgevoerd, wordt door deze bedrijfstak geheel geïntegreerd uitgevoerd. En dat heeft de kans, laat ik het anders stellen, ik moet niet zeggen dat heeft automatisch tot gevolg inefficiëntie en ook risico van ondoelmatigheid. Ik zou moeten zeggen, de kans dat dat gebeurt en leidt tot inefficiënties en ondoelmatigheid, die is aannemelijk. Ja, daar kom ik zo meteen nog even wat uitgebreider op terug. Maar dan nog het verdienmodel van de woningcoöperaties. Kunt u voor ons kort toelichten van hoe dat eruit ziet? Ja, het is eigenlijk heel eenvoudig. Het is inkomsten uit huur genereren en zorgen dat je kosten voor de exploitatie van die woning als huurwoning kleiner zijn dan de inkomsten die je uit de huur haalt. Dat is dus zeg maar het exploitatiebedrijf. Dan heb je een investeringsbedrijf. Dat is het vermogen wat aan jou beschikbaar wordt gesteld, verstandig investeren, dus beleggen, investeren. Dat kun je doen omdat het vermogen een gesloten vermogen is, door een deel van je bestaande portefeuille te verkopen, de vermogenswinst die je daarmee realiseert opnieuw te gebruiken voor, zeg maar, het herinvesteren in nieuwbouw, in nieuwe realisatie of uitbreiding. Dus het is aan de ene kant, zeg maar, een positief resultaat halen uit het exploitatiebedrijf en aan de andere kant, het is een positief resultaat halen uit het investeringsbedrijf. Daar hoort dan ook bij, afhankelijk van hoe je het duidt. De ene deskundige zal het zeggen van ja, maar financieringsverhoudingen horen bij het investeringsbedrijf. Kan. Ik zeg voor de helderheid alleen, niet vanuit een deskundigheid, maar voor de helderheid. Ik zeg, je kunt ook nog kijken naar, als je een gunstige financieringsverhouding maakt in het vermogensbedrijf, nou, daar positioneer ik hem dan, dan zou je daar ook nog een positief resultaat uit kunnen halen. Ja. In uw interview zegt u ook de corporaties de afgelopen tijd ook steeds afhankelijker zijn geworden van verkoop van bezit. Ja. Kunt u dat ook toelichten? Dat is eigenlijk wat ik zojuist ook aangaf. Het opmerkelijke is namelijk dat eigenlijk in de afgelopen 20 jaar voortdurend in de sector en vanuit de sector met stakeholders, onder andere ook de publieke stakeholders, gemeente en rijk, werd gesproken over wij realiseren nieuwbouw met geen vermogen, met leningen. Dat is maar ten dele waar. Dat is een net manier van zeggen van dat is niet waar. Ja, natuurlijk, voor nieuwbouw werden leningen aangetrokken. Die werden geborgd. Een bepaald stelsel, een bepaalde techniek voor om te bepalen hoeveel je voor een bepaald stukje nieuwbouw kunt aantrekken, gegeven de omvang van de bestaande portefeuille, verdiencapaciteit daarin en de verdiencapaciteit in het nieuw te realiseren deel van de portefeuille. En dan vervolgens bereken je in de sector de onrendabele top, hè, want dit kunnen we verdienen met het gebouw waar we gaan neerzetten, met huurwoningen. Dit moeten we ervoor investeren, dit kunnen we lenen. Hé, dat is een gat en dat gat dat schrijven we af. Ja, dat is dus niet waar.
Die jongen van Damelen Top, die wordt gefinancierd met eigen vermogen. En die rendeert ook op haar eigen manier. Alleen niet uit kastroom, die rendeert vanuit met name de toekomstige waardeontwikkeling van die investering. En wat je dus ziet is dat die onrendabele toppen van corporaties, die zijn eigenlijk vanaf de dag, de eerste dag van de brutering tot aan de dag van vandaag, gefinancierd uit verkoop van voormalige huurwoningen aan eigenaar-bewoners. Daarmee realiseer je niet een boekwinst, daarmee realiseer je een reële vermogenswinst als je kijkt naar een waardering op marktwaarde. En die reële vermogenswinst, die wordt gebruikt voor de financiering van de onrendabele top. Ja. En hier zie je dan dat het boekhoudstelsel van corporaties, wat tot op heden is gehanteerd, dit proces eigenlijk intransparant maakt. En tot slot, dan geef ik het woord even terug aan de voorzitter. Als u kort zou moeten zeggen van wat nou de gevolgen hiervan zijn, hè, voor het corporatiestelsel en de woningcorporatie. En dan van dit bedoel ik dan de verkoop van bezit. Hoe typeert u dat dan? Ik typeer dat in bedrijfseconomische zin als een revolving fund. Precies zoals dat ook in de filosofie onder de nota volkshuisvesting in de jaren 90 en de beleidsmatige verzelfstandiging in 93 en zeker aan de brutering als ratio ten grondslag werd gelegd. Het functioneert. Maar, uw vraag was ook gerelateerd aan het interview wat ik in 2011 in Edis Magazine gaf. We moeten ons wel begrijpen dat dit soort mechanismen, afhankelijk van macro-economische ontwikkelingen, de ene keer beter werken dan de andere keer. Dan heb je dus te maken met dat het afhankelijk is van de macro-economische cyclus waar we in zitten. En dat anticyclisch investeren door de sector woningcorporaties, doordat we haar afhankelijk hebben gemaakt van dit mechanisme, minder voor de hand ligt. Minder mogelijk is. Dank. De heer Mulder heeft kort een aanvullende vraag. We hebben ook nog straks een heel programma. Misschien kun je soms iets kernachtiger als ik dat mag vragen. Ja, dank proberen. U. Ja, meneer Mulder, en daarna gaan we snel door naar de heer Bashir. Meneer Vlak, begrijp ik eigenlijk, er wordt in de sociale huursector vaak gesproken over de onrendabele top. Maar eigenlijk zegt u dat die niet bestaat. Want je hebt de eerste jaren dat je een verhuurt, heb je een onrendabele top. Dan is die periode afgelopen en dan kun je de woning eigenlijk weer met winst verkopen. Dus die onrendabele top bestaat eigenlijk niet. Dat is wat u zegt. Kort samengevat, ja, maar hij kan wel degelijk bestaan. Dan heb je overigens een echt probleem. Ja, als je hem niet verkoopt? Nou, dat afhankelijk van de omvang van je portefeuille en de compensaties die je in je portefeuille vindt, kan een echt onrendabele top geen probleem zijn. Maar op het niveau van de analyse van een individueel project, hè, je hebt een boekhoudkundige onrendabele top, zoals de sector berekent en creëert. Dat is eigenlijk een netto kastroomtekort vanuit één exploitatiescenario geredeneerd, de exploitatie als sociale huurwoning. Prima. Daarmee laat je andere exploitatiescenario's wel bewust buiten beeld, namelijk verhuren als vrije sectorhuurwoning, wat bij veel sociale huurwoningen gewoon kan, en of het verkopen van diezelfde woning op enig moment aan de eigenaar-bewonersmarkt. Die laat je buiten beschouwing. Dat doe je in een marktwaardewaardering dus niet. Vandaar ook dat marktwaardewaarderingen heel vaak dus niet leiden tot een onrendabele top. Maar het is wel degelijk mogelijk om een exploitatie te hebben met een echte onrendabele top. Dan gooi je gewoon geld in economische zin, niet in maatschappelijke zin, maar in elk geval in economische zin, gooi je goed geld naar kwaad geld, dan gooi je het weg. Ja. We gaan even terug naar de heer Bashir. Meneer Vlak, u stelt in het onderzoek of in het interview ook dat uit onderzoek gebleken is dat het lange termijn rendement van vastgoed zich beweegt rond de 8%. Kunt u vertellen wat het rendement van de Nederlandse woningcoöperatiestelsel is? En hoe is dat te vergelijken met, hoe is dat in internationaal perspectief te vergelijken? Ja. In het interview waaraan u refereert en die bewuste, soms zou ik zeggen beruchte 8%, wil ik u, als u mij toestaat, daar een kleine correctie op uw analyse maken. Die 8%, die heb ik bedoeld als 8%. Wat langjarig wordt gemaakt op eigen vermogen, wat prudent is belegd. Dat stond er, meen ik, in het artikel. Ik heb het nog even op de radar gezocht laatst. En dat prudent beleggen kan betekenen dat je het belegt in aandelen, obligaties, commodities en vastgoed in al zijn verschijningsvormen. En dan is de 8%, ik heb die ontleend aan de Robeco-reeks,
Robeco publiceert beleggingsreeksen al sinds 1933. En daaruit blijkt in deze asset mix, die natuurlijk van tijd tot tijd verschilt, maar daar zit een prudentievisie achter. Ja, dan kun je op zeg maar de inzet van je eigen vermogen een 8% halen. En dat blijkt ook wel als we kijken naar de 30-jaars rendementen van het ABP en van zorg en welzijn, de pensioenfondsen. Maar dan niet terug naar het corporatiestelsel in Nederland? Dus dit is geen vastgoedrendement en dat is niet per definitie dus ook het vastgoedrendement wat je realiseert. Dat staat overigens wel in het interview, maar de belegging in ik ben duidelijk geweest. Ja. Corporaties halen langjarig op hun investeringen in vastgoed een exploitatierendement van aanvankelijk 2,5%. We begonnen zelfs met 2, begin eind jaren 90. En dat liep zo de hele jaren 0 van de nieuwe eeuw door rond de 2,5%. Nu zie je dat opkruipen naar ruim 3%. Dat is het exploitatierendement, dus het rendement uit huuropbrengsten na aftrek van exploitatiekosten. Het rendement uit de onderliggende waardeontwikkeling, de ontwikkeling van de marktwaarde, die is bewegelijk, die is volatiel. Daar ziet u, aan het begin van de eeuw waren er rendementen die in de dubbele getallen liepen. Tot en met vanaf 2008 structureel negatieve rendementen op de waardeontwikkeling. En dat waren rendementen die negatief konden zijn van 4-5%. Ja. En hoe verhoudt zich dat in het internationaal perspectief? Als je ook kijkt naar de risico's, bedrijfskosten. Ja. Nou, als we kijken naar rendement, en dat is vaak de grondslag, de basisindicator voor ook het identificeren in bedrijfseconomische zin voor risico, dan zie je dat het eigenlijk een sector is met een relatief laag totaal rendement. Maar als we daar een risicoanalyse op loslaten, dan zie je ook een relatief laag risico. En ik redeneer nu vanuit investeringstermen. Voor uw tweede vraag. In uw vraag die u zojuist stelde was, en hoe zit dat dan met exploitatiekosten? Nou, daar hang ik het begrip risico niet aan vast. Hoewel in de internationale kapitaalmarkt vindt men beleggingen in huurwoningen risicovol, omdat er particulieren in zitten. En omdat dat hoge exploitatiekosten meebrengt. Altijd het exploiteren van een huurwoning brengt in beleggingstermen, vastgoedtermen, hoge exploitatiekosten mee. En daar, als je het zo beschouwt, ja, dan springen de corporaties er in internationaal perspectief in Nederland met kop en schouder bovenuit dan. Dan is dat echt, dat zijn hoge exploitatielasten. Daar valt niks aan te zeggen. Of dat een risico is, in mijn contacten met de internationale vastgoedwereld en de investeringswereld zeg ik van nou, je moet daar doorheen kijken. Risico is namelijk bewegelijkheid, dat het vandaag zus is en morgen zo en dat je het niet kunt voorspellen. Het aardige van zeg maar de relatief hoge exploitatiekosten van corporaties is dat het buitengewoon goed voorspelbaar is, want het is namelijk altijd zo. En als u zou moeten zeggen van hoe efficiënt en doelmatig het corporatiestelsel is, wat zou u dan zeggen? Ja, doelmatig is, doen ze de goede dingen. Ja. En daar ben ik niet van. Ik heb er wel een mening over, maar dat... Dan gaan we over naar efficiëntie. Ja. En dan moet je zeggen, qua operationele efficiëntie heeft de corporatiesector nog steeds een hele slag te gaan. Dus door de oogharen geredeneerd zijn ze voor eenzelfde type exploitatie ten opzichte van institutioneel verbonden woningbeleggers en particuliere woningbeleggers, zijn ze gemiddeld genomen 1/3 duurder dan de andere aanpalende woningsectoren. En dat wordt door veel corporaties ingevuld van ja, maar wij doen veel meer maatschappelijke dingen en we hebben een lastigere doelgroep. En ik wil dat niet afstrijden, dat is natuurlijk waar. Maar in alle analyses die we in het verleden hebben gemaakt op dat dossier van goh, hoeveel van de exploitatiekosten van corporaties zijn nu echt specifiek toe te rekenen aan het bijzondere doelgroepen waarvoor ze werken. En dat konden we ook in samenwerking met corporaties nauwelijks vaststellen. Dus als ik zeg dat corporaties nog wel 1/3 vanuit hun kostenstructuur geredeneerd, operationele kostenstructuur goedkoper kunnen worden, Dan denk ik dat ik wel dicht bij de waarheid zal zitten. Ja. En als u kijkt naar de bedrijfseconomische houdbaarheid van het corporatiestelsel, hoe houdbaar is het stelsel? In bedrijfseconomische zin kun je er vraagtekens bij zetten. En ook natuurlijk uiteraard in waarom? Legitimiteit, maar ook in bedrijfseconomische zin.
Als we gaan kijken naar zeg maar hoe de macro-economie zich ontwikkelt, en dan specifiek voor Nederland, en de voorspellingen van het Centraal Planbureau daarover, en hoe zich dat gaat vertalen naar verschillende sectoren en segmenten van de economie, ja, bij een langjarige economische groeiverwachting van 1,5% per jaar, een reductie van de uitzettingen van hypotheken naar de koopwoningmarkt, een afnemende demografie in belangrijke delen van het land, dus huishoudensontwikkeling en aanwas van nieuwe bevolking, dan zie je dus dat daar met name dus de driver van nieuwe investeringen vanuit het financieren van het liquide maken van oude investeringen, het verkopen van vastgoed, dat die driver fors onder druk komt te staan. Dus daar zul je in ieder geval een vertraging zien. En in sommige delen van het land zul je echt zien dat corporaties daarmee in de problemen komen. Dat gekoppeld aan ingrepen vanuit wet en regelgeving gericht op het beperken van aanvankelijk het huurverhogingspotentieel. Dat is dan nu alweer gecorrigeerd. Maar eigenlijk dat matchen met zeg maar de verhuurderheffing, dus eigenlijk dat aanvullende inkomstenpotentieel uit huur gelijk weer gebruiken voor het financieren van de verhuurderheffing door het Rijk. Dat geeft corporaties op macroniveau en zeker in sommige gebieden van het land nog veel sterker, nou niet direct de kans om dat verdienmodel en te kunnen door blijven investeren in vernieuwing van de eigen voorraad en het upgraden van de bestaande voorraad, om dat verdienmodel in stand te houden. Dank u wel. Dan geef ik het woord weer terug aan de voorzitter. Hartelijk dank, collega Bashir. Het woord is aan de heer Mulder. Hij vervolgt met nieuwe vragen. Ja, dank. Ja, meneer Vlak, u houdt zich al een hele tijd bezig met het onderling vergelijken van de financiële prestaties van de corporatiesector. Dat doet u in de vorm van zogeheten indexen. Zijn er problemen bij het onderling vergelijken van corporaties? Ik hoop dat u mijn humor kunt begrijpen op het moment dat ik het doe niet. Mm-hmm. Maar dat heeft te maken met het feit dat we een vrij stellig, internationaal verankerd meet- en regelsysteem in stand mm-hmm. houden. Wat die vergelijkbaarheid waarborgt. Mm-hmm. Maar ja, doe maar een bepaald deel van zo'n corporatiesector mee. Het is een instrument wat in het kader van zelfregulering en vanuit overtuiging meedoen mm-hmm. leeft en bestaat. Mm-hmm. De overgrote deel van de corporatiesector doet niet mee. En heeft dus eigen systemen om de performance, het eigen bedrijfseconomisch presteren te laten zien. En dat ook te doen binnen de kaders die daarvoor vanuit het Rijk en de toezichthouders gegeven is. Mm-hmm. En zonder nou partijen tekort te doen, mm-hmm. Het kader wat vanuit het Rijk en vanuit de toezichthouders gegeven is, heeft een heel specifiek doel. Mm-hmm. En dat garandeert niet per definitie optimale onderlinge vergelijkbaarheid. Dus kortom, je zou corporaties kunnen vergelijken. We hebben dat vanochtend gehoord van de heer Van der Schaar. Eigenlijk moet je benchmarken, onderling vergelijken. Ja. Maar ik begrijp van u dat een groot deel van de corporaties daar niet aan meedoet. Aan het indexsysteem wat het bedrijf waarvoor ik werkzaam ben in stand houdt, niet. Er is gewoon één centrale benchmark, die is altijd door het Centraal Fonds Volkshuisvesting in stand gehouden. En die wordt nu door EDES gerund, het Corporatie Benchmark Centrum. Dat was vroeger onder het Centraal Fonds Corporaties in Perspectief. Dat is een sectorbrede benchmark. Mm-hmm. En ik wil niemand tekort doen, maar dat is voor wat die waard is. Omdat die namelijk is opgebouwd vanuit informatie die niet als doel heeft het bedrijfseconomisch presteren van corporaties te meten en transparant te maken. Dus u zegt voor wat die waard is, hij is dus eigenlijk niet zoveel waard? Nee, u hoort mij zeggen dat het is opgebouwd vanuit jaarverslagleggingsinformatie. Mm-hmm. En jaarverslagleggingsinformatie in de corporatiesector heeft een heel specifiek doel. Een aantal verantwoordingsdoeleinden aan de toezichthouder en aan de minister. Maar dat wil dus nog niet daarmee zeggen dat automatisch diezelfde informatie geschikt is om onderlinge vergelijking vanuit het doel van het bedrijfseconomisch functioneren van corporaties te dienen. Ja. En wat zou je dan wel moeten doen om ze onderling vergelijkbaar te maken? Ik denk dat de commissie Hoekstra daar gelukkig buitengewoon helder over is geweest. Dat is de hele sector op marktwaarde, in verhuurde staat.
asset by asset, dus gebouw voor gebouw, mm-hmm. niet op instellingsniveau, gebouw voor gebouw. En ongeacht of het de sociale of de commerciële voorraad is. Dan activity-based costing, dus alle kaststromen mm-hmm. vastleggen op basis van de activiteiten waaraan die kaststromen dienstbaar zijn, dan wel waaruit die kaststromen voortkomen. En vervolgens kaststromen goed gedefinieerd, marktwaardering ligt goed vast, asset by asset. En van daaruit rendement distilleren, mm-hmm. direct rendement, dus exploitatierendement, en het indirect rendement, rendement uit waardeontwikkeling. Van daaruit kun je het risicoprofiel afleiden. Mm-hmm. En tevens kun je ook aangeven waar is de sector, waar wijkt zij af, omdat je activity-based costing doet, omdat zij specifieke maatschappelijke doelen mm-hmm. nastreeft. En die koppel je namelijk aan specifieke activiteiten die ook aan die doelen verbonden zijn. Dan krijg je, ik zou bijna zeggen, ik ken het ongeveer uit mijn hoofd, bladzijde 38 van het rapport van de commissie Hoekstra. Het staat daar gewoon één voor één onder elkaar opgeschreven. Ik denk dat als je een benchmark systeem opbouwt wat op die grondslagen is gecreëerd en ook wordt onderhouden, dan bereik je optimale onderlinge vergelijkbaarheid. Ja. Dan hanteer je ook één definitie, dus niet historische kostprijs of bedrijfswaarde, maar echt marktwaarde. En dan kun je vergelijken. Vergelijken kun je alleen maar doen bij een heldere definitieset, die uniform voor iedereen wordt toegepast. En ja, ik ben me ten degen van bewust dat in de sector er nog steeds een verwoed debat gaat over historische kostprijs en bedrijfswaarde aan de ene kant en marktwaarde aan de andere kant. Maar het is echt ten eenenmale onmogelijk om goed onderling te vergelijken als je dat doet op historische kostprijs of op bedrijfswaarde, want daarin zit bedrijfsbeleid, dat is subjectief. Ja, marktwaarde is ontkoppeld van de bedrijfs- en de beleidsvoornemens van de individuele organisatie, maar geeft het risicoprofiel aan een object, aan een vastgoedobject, aan assets, aan investeringen, zoals de markt dat ziet, niet zoals jij dat zelf ziet. Dus één waarderingsstelsel en iedereen meedoen. Eén waarderingsstelsel, iedereen meedoen. En als je dat toch al dat doet, dan vind ik benchmarking heel belangrijk. U begrijpt mm-hmm. het is een belangrijk deel van mijn carrière. Maar doe het dan ook gelijk in je jaarrekening, want dan laat je ook gelijk aan de toezichthouder, aan de minister, maar ook aan de belangrijkste financiële stakeholders van de sector, laat je ook zien hoe je er werkelijk voor staat. En wordt dan ook de doelmatigheid geprikkeld? De heer Van der Schuij zei, de oplossing voor het doelmatigheidsprobleem in de sector is benchmarken, onderling vergelijken. Is dat dan voldoende oplossing? Ik denk dat de heer Van der Schuij en ik niet helemaal op één lijn zitten. Ik denk dat het doelmatigheidsprobleem, dat is de vraag, doe je de goede dingen? Mm-hmm. Ik heb nu gesproken over bedrijfseconomie mm-hmm. en efficiëntie. De doelmatigheidsvraag komt voort uit een consensus van zeg maar degene die werkt aan de activiteit en degene die monitort of misschien zelfs de opdracht geeft tot die activiteiten, van dit zijn de activiteiten die ik ga doen en die ga ik ook bereiken. Mm-hmm. En ik denk dat hier nog steeds in de governance van de corporatiesector een belangrijk aandachtspunt is, knelpunt. Dat is de vraag, maar wie bepaalt nu wat de goede dingen zijn die corporaties mm-hmm. doen? Ook opnieuw, je ziet het nu weer in de herzieningswet, het voorstel voor de herzieningswet en de novellen. Heel veel geboden, heel veel verboden, dus mm-hmm. veel juridische omschrijving van wat wel en niet, mm-hmm. van wat niet mag en wat moet. Prima. Maar vervolgens, wat gaan we nou doen? Mm-hmm. Wat ga je nou realiseren? Hoeveel woningen gaan we nou upgraden naar A++ in de EPC? Energieprestatiecoëfficiënt. Hoeveel woningen gaan we nieuw bijbouwen? En in welke gebieden? Wie gaat die vraag beantwoorden? Want als je die hebt gesteld en je hebt consensus over wie die vraag mag beantwoorden, kun je ook in de programmering van corporaties en ook corporaties in hun zelfprogrammering zich daarop op af stemmen. En kun je ook veel beter de vraag beantwoorden van, ik heb bereikt wat ik me heb voorgenomen en wat ik me heb voorgenomen, dat ligt daar en daar extern vast. En dan kun je ook efficiëntie ook veel, ook in bedrijfseconomische zin, ga je hem dynamisch maken. Dan ga je hem ook echt zeggen van, oké, ik kijk niet alleen maar op de koude economische kille cijfers, want dan heb je maar één benchmark, dat is gewoon hoe doet de marktpartij het. Mm-hmm. Dan krijg je een dynamische benchmark, namelijk van hoe doet de sector het, geëikt aan de aan haar meegegeven programma's en doelstellingen. Als we waarderen op de manier die u zegt, marktwaarde, betekent dat ook dat je dan inzicht krijgt in de investeringsruimte van corporaties?
Dat bijvoorbeeld een gemeente weet, de corporatie is zo gewaardeerd, dus die kan nog zoveel investeren in mijn stad. Nou, daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Het antwoord is uiteindelijk ja, maar staat u mij toe, enigszins een lang referaat, ik zal het kort houden, dat daar nog wel wat aan vooraf gaat. Uiteindelijk is de investeringskracht van een vastgoedbedrijf gekoppeld aan het netto kastroompotentieel wat er uit dat bedrijf komt. En dan de netto kastroom gekoppeld aan de operationele exploitatie, de huurexploitatie. En als die positief is en je hebt geen dividendverplichtingen naar externe aandeelhouders zoals corporatie, of zoals corporaties dat niet hebben, dan kun je dat netto kastroompotentieel gebruiken voor nieuwe investeringen en kun je daar een lening voor aantrekken. Dat is in essentie het proces en dan kun je, als die lening niet toereikend is, een deel van je eigen vermogen voor inzetten. En dat doen corporaties door bestaand bezit te verkopen en de vermogenswinst dan daarvoor te gebruiken. Dus als een gemeente SEC kijkt van, goh, we hebben een corporatie en die heeft 100 miljoen marktwaarde, 20 miljoen leningen, wat voor ongeveer de verhoudingen zijn. Nou, het is nu 30 miljoen leningen tegenover 100 miljoen marktwaarde. Dus er is nog 70 miljoen te besteden. Die gemeente heeft het dan niet begrepen. Want die corporatie is namelijk, zoals ze er nu voor staat, voor 70% gefinancierd met eigen vermogen. Wil je dat eigen vermogen actief maken in nieuwe investeringen, dan zul je of extern eigen vermogen moeten aantrekken om de bestaande bezittingen mee te gaan financieren met eigen vermogen. Dat betekent externe aandeelhouders. Of je zult dat huidige eigen vermogen in het bestaande bezit moeten gaan vervangen door vreemd vermogen. Maar daar komen vaste verplichtingen voor terug, namelijk rente- en aflossingsverplichtingen. En dat maakt dus het exploitatiemodel uit de netto kastroom van die corporaties wakker. Dus SEC kijken naar de vermogensverhouding en dan zeggen, ik heb een rijke corporatie, dus deze kan meer investeren. Dat is te eenvoudig. We hebben als commissie ook onderzoek gedaan naar de opbrengsten van de invoering van de vennootschapsbelasting. En wij zijn erachter gekomen dat die is achtergebleven bij de raming. Heeft u een idee hoe dat kan? Ja, dat. Ik ben geen vennootschapsbelastingspecialist. Nee, we zijn benieuwd. Dus ik hoor wel eens wat. Ik zit nooit aan de tafels bij hoe dat gaat. Maar dat heeft alles te maken met het gebruik maken van de vennootschappelijke vennootschapsbelastingregelgeving zoals die er is. En corporaties, evenals ieder ander vastgoedbedrijf, heeft dus binnen die regelgeving een ruim instrumentarium om de belastingdruk van jaar tot jaar te reguleren, zelf te reguleren. Door te schuiven in de tijd. Uiteindelijk op de lange termijn, dus in de long run, ontkom je niet aan die belastingheffing. Op de korte termijn kun je dus wel degelijk behoorlijk schuiven. En dat gebeurt. Toen de vennootschapsbelasting voor corporaties werd ingevoerd? Zegt u? Is dat gebeurd, dat schuiven? Ongetwijfeld. Ik heb er niet bij aan tafel gezeten, maar ongetwijfeld. Ik heb die getallen ook gezien van wat de werkelijke opbrengst van de vennootschapsbelasting is en wat de ramingen waren. Maar ja, dat was ook wat belastingadviseurs al lang aan het Rijk, ook bij invoering van de VPB voor corporaties, aan het Rijk hebben helder gemaakt. Oké. Dus dat dit gerealiseerd is, dat verbaast mij niet. Dan tot slot wat deze vraag betreft. Een stelling die wij horen is dat woningcorporaties geneigd zijn tot een inefficiënte bedrijfsvoering, omdat het zowel ontbreekt aan de tucht van de markt als aan druk van de democratie. Hoe kijkt u daarnaar? Dat is precies wat ik zeg. Precies, dat bevestigt het. Mag ik het toelichten? Ja, ik kijk even naar de voorzitter. Kijk naar de voorzitter in verband met... Als u dat kernachtig voor de commissie kunt graag. Ja. Nou, we hadden zojuist een discussie over doelmatigheid. Wie bepaalt nu, even los van geboden en verboden, in wet en regelgeving, maar wie bepaalt nu wat corporaties moeten doen en dus wanneer ze, als ze tot uitvoering komen, het goed gedaan hebben? Ik denk dat die vraag gewoon sinds de brutering nooit gesteld is, laat staan dat die beantwoord heeft kunnen worden. En we hebben in de brutering gezegd, ja, maar dat is in het belangenspel en in het krachtenspel tussen lokale overheid en de corporatie. Nou, dat gaat natuurlijk nooit werken. En dat is ook gebleken dat het niet is gaan werken. En het Rijk heeft daar nooit een rijksprogramma op willen zetten.
Nou, lijkt me dat ook lastig. Zo functioneert natuurlijk een markt niet, dat een rijksprogramma, een rijksplan dat gaat doen. Maar dan moet je wel een mechanisme opzetten van hoe verzamelen we nou de gegevens, hoe verzamelen we behoeften en hoe gaan we van daaruit aangeven wat we per regio en op de totale markt verwachten. Dat ontbreekt. Dus dat zou ik noemen de tucht van de democratie. Mm-hmm. En uiteraard daar hoort bij dat in het formuleren van die doelstellingen op landsniveau en landsdeelniveau en regioniveau, daar ook bij hoort van hoeveel hebben we nou aan vermogen op landsniveau en op landsdeel en op gemeenteniveau beschikbaar. Want dan kun je vervolgens zeggen, dan gaan we zoveel vermogen daarvoor inzetten met die rendementseis, dat risicoprofiel en dergelijke. Dan ga je programmeren, dan geef je richting. Dat ontbreekt. En aan de andere kant, corporaties hebben een groot eigen vermogen meegekregen vanuit de brutering. Mm-hmm. Dat is sinds de brutering bedrijfseconomisch helemaal hun eigen verantwoordelijkheid. Ik heb aan de hand van de vragen van de heer Bashir aangegeven hoe dat werkt. Maar op het moment dat je dus vanuit de markt geen ander eigen vermogen daarbij krijgt van andere aandeelhouders. Mm-hmm. Of je krijgt vanuit de markt niet leningen die marktconform geprijsd zijn en waar een risicoafwegingsproces bij verstrekking van die lening heeft gezeten, wat ook marktconform is, dat is niet het geval, heb je dus ook geen tucht van de markt. U zegt ook iets over de rol van de banken. Het zijn met name de Bank Nederlandse Gemeenten en de Waterschapsbank die leningen verstrekken. U zegt eigenlijk dat zij zouden moeten letten op de doelmatigheid. Versta ik u zo goed? De tucht van de kapitaalverschaffer is dat? Ik wil geen enkele bank tekort doen, maar ik weet niet of de BNG Waterbank nu de echte banken zijn die aan de internationale kapitaalmarkt verbonden zijn. Mm-hmm. Dat is, ze hebben natuurlijk een hele specifieke financieringsfunctie in het Nederlands bestel. Mm-hmm. Het is mee een functie van banken. Ik wil dus wegbewegen van BNG en Waterbank. Maar gewoon zeggen, dat is mee een functie van banken bij het ter beschikking stellen van vreemd vermogen, en in dit geval aan investeringen in vastgoed, om die investering en het daaruit voortvloeiende risicoprofiel geheel op eigen merites te beoordelen. En ik wil u dan, ik heb nooit vrienden gemaakt bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw, nog bij de BNG, door te zeggen van ja, dat proces heeft als gevolg van het hele bijzondere en unieke borgingstelsel wat we in Nederland kennen, nooit gefunctioneerd. Waarom? Leidend in het risicoassessment voor het toeleiden van vreemd vermogen vanuit banken naar de corporatiesector was het feit dat er een borgingstelsel was met uiteindelijk een rijksachtervang. Het beschikbaar hebben van deze borgingsfaciliteit door een corporatie, dat was in de ultieme risicoassessment, want dan is het risico, nou ja, nul is nooit, maar nagenoeg nul. Dan ga je dus daarna als bank niet meer op asset by asset of per investeringsbasis door die portefeuille heen om vervolgens je risicoprofiel te beoordelen. En dat is als gevolg van het bestaan van het WSW met rijks- en gemeenteachtervang. Dit is wel de ultieme consequentie daarvan. Dus alle risico's zijn gesolidariseerd en uiteindelijk in het publieke domein neergelegd. Maar daarmee hebben partijen, corporaties en banken op echt vanuit marktprincipes, kapitaalmarkt en vastgoedinvesteringsmarktprincipes, afgezien van het zelf doen van risicoassessments op hun investeringen. Ja, en dus was die disciplineringsfunctie bleef achter. Ja, exact. Dat is de conclusie. Dank u. We gaan even tussendoor naar de heer Bashir nog voor één aanvullende vraag. Meneer Vlak, we hadden net over efficiëntie. En als je heel erg let op efficiëntie, dan zou je ook het risico kunnen hebben dat er vooral gekeken wordt naar de korte termijn. Bijvoorbeeld het onderhoud van woningen. Als je het wil behouden, dan moet je het onderhouden. Dat zou wel eens bijvoorbeeld minder gedaan kunnen worden. Hoe let je dan erop dat je efficiënt bezig blijft en tegelijkertijd bijvoorbeeld ook let op zaken als leefbaarheid en onderhoud en dus ook de lange termijn? Door in het formuleren van je doelstellingen en de daaraan gekoppelde efficiëntiecoëfficiënten. Doelstellingen zijn, hoop ik, in de vastgoedwereld en dus ook in de corporatiewereld altijd middellange en lange termijn. Dus een doelstelling voor morgen is zinloos. Door in die doelstellingen ook en de efficiëntieratio's die je daarbij meegeeft, bandbreedtes voor efficiëntie, ook mee rekening te houden met het volgende mechanisme.
precies zoals u dat duidt. Je kunt dan wel aan die efficiëntieratio's voldoen door onderhoud gewoon uit te stellen, heet dat. Maar van uitstel komt vanzelf afstel. En ik kan u verzekeren, niet de eerste 5 jaar, misschien zelfs niet de eerste 10 jaar. Maar op een gegeven moment gaat u het zien in de ontwikkeling van de waarde van het vastgoed in vergelijking tot andere vergelijkbare vormen van datzelfde vastgoed. Dan ziet u, in de panden waarin structureel het onderhoud achterblijft of waarin verbeteringsinvesteringen achterblijven, dat dan die waardeontwikkeling ook achterblijft. En daarom moet je dus ook doelstellingen en de daaraan gekoppelde efficiëntiecoëfficiënten ook altijd op de middellange en de lange termijn formuleren. Dan geef je dus aan een corporatie of aan een ander vastgoedbedrijf altijd de ruimte om in de actualiteit de kastroom te beïnvloeden. Maar geef je tevens mee van ja, dat is handig voor de korte termijn. Maar op de lange termijn heb je dus ook een verantwoordelijkheid voor het behoud van waarde. En het behoud van waarde, of het creëren van waarde, is gekoppeld aan hoe worden die woningen nu feitelijk ook door de consument gewaardeerd. Hoe worden die geapprecieerd? En een woning die er slecht voor staat, wordt slechter geapprecieerd dan een woning die er goed voor staat. Heb ik uw vraag naar tevredenheid beantwoord? Zeker. Dank. We gaan weer naar de heer Mulder. Ja, ik wil het graag met u hebben over het functioneren van de woningmarkt voor huurwoningen. Op dit moment zijn er wachtlijsten voor sociale huurwoningen. Hoe ontstaan deze wachtlijsten volgens u? Ja, door je in te schrijven bij het woonruimteverdeelbureau om te zeggen ik wil een sociale huurwoning. Ja, dat is het flauwe antwoord. Maar dat is naar waarheid en naar beste weten beantwoord. Mag ik uw vraag ombouwen en zeggen van goh, heeft het arrangement waarin we als overheid ingrijpen op de woningmarkt mee invloed op het ontstaan van wachtlijsten? Dat mag u. Nou, ik denk dat een belangrijk deel van de vraag, ik zeg dus niet alle vragen, maar een belangrijk deel van de vraag naar sociale huurwoningen mee wordt beïnvloed door het feit dat we die woningen te goedkoop prijzen. Mm-hmm. Oftewel, we hebben natuurlijk nog altijd de borgingsfaciliteit die een positieve invloed heeft op de kostprijs van sociale huurwoningen. We hebben de huurprijsregulering die niet in alle delen van de markt, maar in zeker de betere delen van de woningmarkt in Nederland ertoe leidt dat per definitie die woningen te goedkoop geprijsd zijn ten opzichte van de prijs die uit actuele vraag-aanbodverhoudingen zou voortvloeien. En daarbovenop hebben we het marktcontraire exploitatiebeleid, ook huurprijsbeleid van woningcorporaties, wat door de geschiedenis heen gevoerd is. En laat ik het zo stellen, we kunnen denken aan Duitse dure automerken. Ik zal nu geen namen noemen, maar u ziet ze zo ongeveer in uw beeld voor u. En dan zegt u van, goh, een 500 SEL. En die kun je voor 10.000 euro krijgen. Dan kan ik u voorspellen dat die fabriek ergens in Zuid-Duitsland een enorme wachtlijst krijgt. Want iedereen wil hem hebben. Nou, dat doe je in essentie ook. En dat is nog ineens een voorraadmarkt. Vastgoed en woningcorporaties zijn een voorraadmarkt, waarin dus het aanbod van wat je in de markt zet heel moeilijk reageert op toenemende of afnemende vraag. In dit geval toenemende vraag. Ja, dan krijg je wachtlijsten. En die wachtlijsten worden nog meer bevorderd doordat we dit proces van prijsvormingsbeïnvloeding niet alleen in de huurwoningmarkt doen, maar we doen het eigenlijk omgekeerd ook in de koopwoningmarkt. En daar is het, als gevolg van het nog steeds bestaan van het instrument van de hypotheekrenteaftrek, het IMF is daar in 2008 al mee begonnen met de eerste berekeningen. Maar inmiddels wordt het ook in bredere wetenschappelijke kring wel gedeeld dat het effect van de hypotheekrenteaftrek leidt tot zeg maar koopprijzen die gemiddeld genomen 20% hoger zijn dan ze zouden zijn in geval dat instrument er niet zou zijn. Dat is in de hypotheekrente aftrekt, daar gaan wij niet over. We hebben het over de huurwoningen. Nee, maar mag ik u onderbreken? Het is wel één en hetzelfde probleem. Het is één woningmarkt die feitelijk opgesplitst is in twee delen en die niet meer met elkaar in samenhang functioneren. Dus de mensen die om redenen van inkomen of inkomensonzekerheid op de huursector aangewezen zijn, kunnen hun alternatief nauwelijks zoeken in de koopwoningmarkt. Ja. Als gevolg van de prijsvormingsverhoudingen daar. U zegt, de wachtlijsten zijn het gevolg van een te lage prijs. Dat betekent dus dat het bijbouwen van extra sociale huurwoningen dus niet de oplossing is.
Nee, dat is niet de oplossing. Helder. Ja, hoe kun je dan deze wachtlijsten oplossen, wegnemen? Nou, ik gaf dus aan dat het probleem van de sociale huursector en de wachtlijsten heeft een breder kader. Dus je moet dan ook kijken naar de koopmarkt en de interventies die daar plaatsvinden. Dus je moet het wel in zijn samenhang zien. Maar ik zou zeggen, in de gehele woningmarkt toewerken, en dat begrijpt iedereen, ook vanuit de wetenschap, toewerken naar dat dus niet van de overnight kan, dus niet in één keer, maar geleidelijk aan toewerken naar een markt die in zijn vraag-aanbodverhoudingen en de daaruit voortvloeiende prijsvorming niet meer door de overheid beïnvloed wordt. Dus haal de invloed van de overheid, het overheidsarrangement in relatie tot de woningmarkt en de prijsverstoring die daarvan uitgaat, haal die uit de markt. En vervolgens krijg je een volwaardig zicht op wat de werkelijke problemen zijn op het niveau van huishoudens, groepen van huishoudens, specifieke behoeften en wellicht ook regio's. En gaat dan die problemen, die knelpunten die ontstaan, en dat zijn vaak knelpunten vanuit huishoudensinkomen, of hele specifieke woonvormen die vervolgens niet beschikbaar komen, ga dan primair interveniëren via zeg maar ondersteuning van subjecten in hun inkomen, dus in het stimuleren van hun koopkracht. En als er hele specifieke woonvormen in het aanbod niet gecreëerd worden, zou je daar dan ook specifiek op kunnen ingrijpen door dat te stimuleren. Maar doe dat dan ook voor een bepaalde tijd. Wat u zegt is, ja? En dan zal, en uiteraard de ene wetenschapper zal deze rekensom van maken, de andere wetenschapper maakt de andere rekensom ervan. Maar dan zul je zien dat de kwantitatieve en de kwalitatieve vraag veel meer in evenwicht komt. Dat de vraag dus veel meer reëel is. Wachtlijsten naar bepaalde segmenten afnemen. Maar aan de andere kant, dat moeten ze realiseren. Dan zullen er ook wel degelijk in belangrijk segment van de Nederlandse huishoudens, in bepaalde delen van het land, dus niet over het hele land gemeten, maar in bepaalde delen van het land, gewoon inkomenstekorten ontstaan. En die zullen wel ondersteund moeten worden. Met wat u zegt is eigenlijk, als ik het goed begrijp, radicaal. Eigenlijk zegt u, overheidsingrijpen weg, laat die maximale huurprijs maar los. Dan zul je zien dat er een marktconforme huur komt. Ja. Dan krijg je dus ook meer aanbod. Of minder. Ja, of minder. Maar in ieder geval, en mensen die dat niet kunnen betalen, die compenseren dan financieel op een andere manier. Ja, dat zouden we nu huursubsidie noemen of woonkostentoeslag. Nou, ik begrijp dat daar nog een hele discussie over gaande is om dat anders te doen. Maar in ieder geval, regel het via, wat het subject aan inkomen, aan een netto inkomen beschikbaar heeft. En regel het niet via een markt die een voorraadmarkt is en zich inherent, hoe flexibel we hem ook willen maken, altijd in elasticiteit zal kennen in zijn reactie dus van aanbod op vraag. En u zegt subject, dat is een ander woord voor huurder denk ik, hè? Ja, de huurder. Sorry. Dus u zegt, geef de huurder het budget. En wat betekent wat u voorstelt dan voor de positie van de huurder? Wij onderzoeken ook de positie van de huurder op de woningmarkt. Wordt die dan beter? Hij krijgt gewoon meer koopkracht. Hij kan meer vraag uitoefenen. Hij krijgt ook meer keuze. En hij zal in grote delen van de markt, tot en met grote delen van wijken in Amsterdam-West, geen wachtlijst meer zien, maar gewoon snel zijn vraag kunnen vervullen. Dus de positie van de huurder wordt in uw idee, uw voorstel, uw gedachte aanzienlijk verbeterd? In economische zin, ja. In andere zin? Ja, u roept de vraag op. Hè? Ja. De vraag is of je, dat zult u wellicht raar vinden vanuit mijn rol, hè, waarbij ik vooral bedrijfseconomische en bedrijfskundige beschouwingen geef. De vraag is of je de huurder, het individu of het huishouden, alleen maar in economische zin moet duiden. Hij heeft ook andere behoeften. En dat kan zijn specifieke leefvormen. Dat kan zijn een woning die aan bepaalde zorg tegemoet komt. Of dus bepaalde samenlevingsvormen ondersteunt. Ga er nou niet automatisch van uit dat de markt dat oplost. Dat automatisch gaat oplossen. Daar zal altijd een instrument, of we dat nu woningcorporaties noemen of woningcorporatie nieuwe stijl,
het mag allemaal, maar dan zul je altijd een instrument bij moeten hebben die vervolgens dit soort defecten, wat ook in een markt bestaat, in het aanbod, dus het, de respons op vraag vanuit het aanbod, dat zal altijd bestaan en die zul je dan ook daar zul je defecten moeten opvangen. En wat is nog dan de rol van corporaties in wat u voorstelt? Bij wat ik voorstel, ja, dat zou ik zeggen, separeer nu in ieder geval corporaties in, ze hebben drie grote functies. Laat ik uw vraag zo beantwoorden. Vermogen, vastgoed en vastgoedactiviteiten en maatschappelijke dienstverlening. Dat zijn de drie kerndingen die corporaties doen. Die lopen nu door elkaar. En ik zou zeggen, begin nu in ieder geval die uit elkaar te trekken. Vermogen, daar zit ook de maatschappelijke programmering en de doelstellingen op. Het vastgoedbedrijf is niets anders dan een bedrijf. Kan uiteindelijk dus ook gewoon vrij in de markt opereren. En separeer van dat vastgoedbedrijf ook het maatschappelijke dienstenverlening. Maak dat in elk geval een aparte organisatie van. Of we dat een bedrijf noemen, het zal. Trek dus die drie dingen uit elkaar. En als we dan gaan kijken dat eiken aan een woningmarkt die je veel meer als markt laat functioneren, dus waar minder ingrijpen op de prijsvorming plaatsvindt. Ja, dan zie je dus dat eigenlijk het hart van de corporatie verschuift van het vastgoedbedrijf naar het vermogen. En uiteindelijk, de discussie gaat dan niet meer over de omvang van het vermogen, maar over de inzet van het rendement naar maatschappelijke doelen via die maatschappelijke dienstenorganisatie. Dat is, daarmee maak je hem veel transparanter, veel effectiever. Terwijl nu heel veel maatschappelijke discussies gaan over, ja, maar dat is een investering en dat gaat via vastgoed. En, en dan kom je, wat eenvoudig gezegd, vanzelf uit bij boten die je realiseert en die je in een haven neerlegt, omdat je denkt dat daarmee werkgelegenheidsprojecten en dergelijke in bepaalde wijken van grote steden tot stand komen. Trek die dingen uit elkaar. En concentreer deze afweging tussen rendement en de inzet van rendement in het kader van maatschappelijke doelen niet in een vastgoedbedrijf, maar in een vermogen, net zoals bij de Nederlandse pensioenfondsen ook doen. En vervolgens keer dat rendement uit naar specifieke gespecialiseerde organisaties die op maatschappelijke dienstverlening gericht zijn. Of keer dat rendement uit naar ondersteuning van huishoudinkomens, zodat ze daarmee zelf zich op de huurwoningmarkt kunnen bewegen. Helder, dank. Ik kijk naar collega Bashir. De aanleiding voor deze enquête zijn een aantal geruchtmakende incidenten in het corporatiestelsel, hè, zoals Vestia en Woonbron, ik noemde al de boot. Hoe kijkt u nou aan tegen de incidenten in deze sector? Zijn dit louter incidenten of gaat het om weeffouten in het stelsel? Ik heb het genoegen om professioneel niet alleen in de corporatiesector te mogen werken, maar ook in aanpalende sectoren in Nederland en ook in het buitenland. En daar is het goede nieuws uit die ervaring, althans voor mij, dat er gelukkig overal incidenten voorkomen die ook een beetje lijken op wat we in de corporatiesector zien. Dus, en hoe u ze gaat rubriceren en samenvatten, maar mismanagement, stelen en onverstandige dingen vinden overal plaats. En het nadeel van vastgoed is dat het zo kapitaalintensief is, dus dat die rekening ook al heel snel heel groot wordt en niet bijstuurbaar is. Dat zien we overal. Dat zie ik eigenlijk overal. Het belangrijke van de corporatiesector is dat het een sector is die, omdat het een publiek belang, specifiek ook een publiek belang dient, dat dit veel transparanter en veel meer in het maatschappelijke debat tot uitdrukking komt. Dit als nuancering, als begin van nuancering bij het antwoord op uw vraag zeggend, denk ik dat er wel degelijk ook sprake is van weeffouten. En ik heb het al eigenlijk aangestipt. Er is bij de brutering niet alleen een macro-economische en een bedrijfseconomische verlegging van risico vanuit het Rijk naar de bedrijfstak woningcorporaties, waarbij dus de woningcorporaties het eindrisico zijn gaan dragen van hun investeringen in vastgoed. Dat is verlegd van het Rijk naar de corporaties. Maar in dat proces, het Rijk stuurde voor die tijd eigenlijk via subsidiestelsels op, dit willen we bereiken, zoveel nieuwbouw.
dit is de huurhoogte, dit is de kostenstructuur. Tot en met de kostenstructuur werd toen in het subsidietijdperk door het Rijk beïnvloed. Dat hebben we ook in één keer losgelaten. Mm-hmm. En als ik nu in retroperspectief kijk, ook vanuit de overtuiging van dit gaat zo'n sector nu helemaal in het kader van zelfprogrammering en zelfregulering zelfsturend oplossen. Ook vanuit is dat gedaan vanuit we moeten daar niet te veel restricties aan meegeven vanuit programma's, bandbreedtes en doelstellingen. En ik denk dat als je nu 20 jaar nadien daarna kijkt, zeg je dat is daar misgegaan. Je zou dus eigenlijk nu zeggen wat we missen is een programma waaruit in investerings- of pensioenfondstermen, een programma waaruit de liabilities, dus de verplichtingen die op het vermogen van corporaties drukken, uiteindelijk kunnen worden berekend en ook voor corporaties bestuurbaar gemaakt worden. Dat hebben we niet gedaan. We hebben het vermogen helemaal vrijgemaakt van enige liability vanuit het Rijk, maar daar heb je ook de risico's nu voor. En vervolgens denken, dat gaat zich in zelfregulering en zelfprogrammering oplossen. En dat is niet gebeurd. En daar kun je heel boos over zijn. En eigenlijk vind ik het, als ik er nu 20 jaar beschouwend op terugkijk, ik vind het vanzelfsprekend en logisch. Mm-hmm. Hadden de mensen die het stelsel ontworpen 20 jaar geleden dit eigenlijk moeten weten? Als u zegt, het is logisch wat er is gebeurd. Ja, het is heel makkelijk om nu te zeggen, ja, dat hadden ze moeten weten. En wat dom. Mm-hmm. En ik denk dat we ons echt moeten verplaatsen in de tijdgeest van dat moment. De tijdgeest van privatiseringen, van verzelfstandiging, van terugtreden van de overheid, waarbij de overheid niet langer als hindermacht mocht optreden. Mm-hmm. Ik denk dat het tijdsgevricht is waarin dit is gebeurd. Rond diezelfde tijd hebben we KPN naar de beurs gebracht, inclusief het vaste net. Mm-hmm. En inmiddels hebben we in Nederland 4-5 vaste netten parallel ernaast aangelegd. Ik probeer vaak zo'n vergelijking te maken van, goh, in retroperspectief had je nou ook bij de privatisering van KPN, het op de beurs brengen van KPN, nou dat vaste net meegegeven of niet. Dat is ooit een fel debat geweest, nu hebben we er gewoon 4 netten bijgelegd. Mm-hmm. En dat zie je bij die corporaties dus ook. Dat is in die verzelfstandigingsoperatie is in hetzelfde tijdsgevricht, in dezelfde tijdsgeest heeft dat plaatsgevonden. Mm-hmm. Nu denken we daar heel anders over. Nu kijken we naar regulering van kapitaalmarkten. Ondenkbaar. In 1988 zijn de kapitaalmarkten wereldwijd vrijgemaakt. En leefden we in het idee, daar moet je vooral niet op ingrijpen, want de free flow of capital, dat helpt aan het efficiënt maken van economieën wereldwijd. Dat is waar, maar we hebben ook gezien wat de negatieve kanten daarvan zijn. En we zijn sinds het uitbreken van de kredietcrisis in Amerika, in de Europese Unie, in Japan en in China. China is wat aan het vrijmaken, maar wel geclausuleerd. Zijn we eigenlijk free flow of capital in de kapitaalmarkt aan het herreguleren. Helder. Was daarmee 1988 een dom idee? Nee. Helder. Maar we zijn wel sadder en wiser. Ik wil met u naar de probleemstelling uit ons plan van aanpak van onze commissie. En daarin staat letterlijk, functioneert het stelsel adequaat in termen van legitimiteit, doeltreffendheid, doelmatigheid en controleerbaarheid? En is het naar aanleiding van dit functioneren nodig het stelsel te wijzigen? Ja, het antwoord van u weet ik al, het antwoord is ja, denk ik, hè? Het antwoord is ja. Ja. Ziet u nog belangrijke verbetermogelijkheden die u nog niet heeft genoemd om dit stelsel te verbeteren? Ik heb veel genoemd, veel woorden gebruikt, maar ik denk dat ik toch wil samenvatten. Het goed onderscheiden van de vermogensfunctie van corporaties en de daaraan verbonden solidariteit tussen generaties. Dus een vermogen wordt opgebouwd sinds 1852 en al die generaties voor ons hebben het aan ons gegeven. En wij kunnen de tijdlijn definitief onderbreken. Mm-hmm. We kunnen het dus dat vermogen van investeren, kunnen we het gaan consumeren. Dat is een keuze, die is er. Hij lijkt ook af en toe gemaakt te worden. En ik vind dat het recht is van iedere generatie om zelfs die keuze te maken. Maar dan moeten we hem wel objectief maken en moeten we zien wat we doen.
Want eenmaal geconsumeerd, het komt nooit meer terug, en zal er automatisch toe leiden dat over 10, 15 jaar de staat, het Rijk, gehouden is om opnieuw met objectsubsidies te gaan interveniëren in de huurwoningmarkt. Dus het hart van het bestaan van corporaties, hoe we dat hervormen, is het bestaan van het vermogen, het formuleren van doelstellingen erop en de rentabiliteit en het risicoprofiel op dat vermogen. En dat, gegeven dat dat zo belangrijk is, zou ik u willen vragen, kijk vooral ook in uw adviezen, als ik dat zo mag zeggen, naar of het mogelijk is in het herconfigureren van deze bedrijfstak om dat vermogen te separeren. Mm-hmm. En dit vraagstuk ook apart van een aparte governance te voorzien. En daarbij doe ik een beroep op u. Kijkt u eens naar het oliefonds van de staat Noorwegen. Mm-hmm. Kijkt u eens naar de fondsen van de Arabische Emiraten. En naar Singapore, maar bijvoorbeeld ook naar een staatspensioenfonds van Zuid-Korea. Hoe staten daar dit soort vraagstukken hebben in governance hebben ingebouwd, zonder dat ze daarmee één op één ook verantwoordelijk worden voor de resultaten die met die vermogens worden gerealiseerd. De maatschappelijke resultaten en de economische resultaten. En ik denk dat we daar heel veel voor van kunnen leren voor het herinrichten van de corporatiesector. Ja. Tot slot mijn vraag. Ja, we zijn op de eerste dag van deze openbare verhoren. En we krijgen heel veel mensen te spreken die op verschillende manieren bij de sector betrokken zijn. Waar bent u nou benieuwd naar de komende week, als u kijkt naar deze verhoren? Poeh. In tegenstelling tot wat je veel nu hoort in het publieke debat, mm-hmm. ben ik niet zo geïnteresseerd in de verhoren rondom de incidenten. Mm-hmm. Interessant, het is leuke journalistiek. Is leuk voor het maatschappelijk korte termijn debat, maar gaat niks oplossen. Ik denk dat uiteindelijk de vraag van, ik ben dus heel benieuwd naar uw rapport en hoe met name Kamer en regering daarop zullen reageren in het verder hervormen van de sector. Want laat ik het u zo zeggen, het is een robuust stelsel met sterk tere aspecten. Je hebt het sneller kapot gemaakt dan dat je het goed krijgt. En in die zin, en het gaat over lange termijn belangen. Mm-hmm. En daar zijn de incidenten heel interessant, maar die leiden af van deze vraag. En daar maak ik me heel erg zorgen over, dus ik ben veel meer geïnteresseerd in uw rapport. En het debat wat daar uit voort gaat vloeien dan de interviews van de komende maanden. Okay, dank. Dank meneer Mulder. De kwaliteit van de woningvoorraad van corporaties die is relatief erg hoog. We zien eigenlijk geen echte ghettovorming in Nederland. Is dat naar uw mening toe te rekenen aan corporaties en wat zij doen binnen het huidige stelsel? Antwoord is ja. Ja, zeker. Dat is namelijk ter relativering van de incidenten. Het is, als het mis was gegaan met de corporatiesector in de afgelopen 20 jaar, want in 20 jaar hadden we het wel verprutst, dan had de woningvoorraad er niet voor gestaan en de leefbaarheid van wijken en buurten er niet voor gestaan zoals ze er nu voor staat. Hm. En natuurlijk, er zijn vogelaarwijken, er zijn wijken waarin we het aanzienlijk beter willen dan dat het nu is. Maar ik zou bijna zeggen, stapt u met mij in het vliegtuig, dan kan ik u nog een paar steden in de niet al te verre afstand van Nederland laten zien, waar in Europa, waar het toch wel heel anders is. En dit hebben we door middel van een volkshuisvesting op kapitaaldekkingsbasis, zelf risicodragend, primair zelf risicodragend, hebben we dat de afgelopen 20 jaar weten te realiseren. Dank. We komen aan het einde van het openbaar verhoor, meneer Vlak. U noemde een aantal keren het jaartal 1852. Volgens mij is dat ook het jaar van de eerste parlementaire enquête. Maar die ging over de prijs van zout. Zout is inmiddels vrij goedkoop. Ik weet niet of dat een voorteken is. Meneer Vlak, hartelijk dank voor uw toelichting. We doen er ons voordeel mee. Ik dank u zeer en ik sluit deze vergadering.